meneer de premier, sinds de agressieve militaire invasie door Rusland leeft het Oekraïense volk in een ware nachtmerrie. Ontelbare mensen, 2 miljoen, veelal vrouwen, kinderen en ouderen slaan op de vlucht. En vele anderen die blijven ter plaatse en die voeren een bittere en moedige strijd voor hun veiligheid en voor hun vrijheid. Maar het is een ongelijke strijd. Een staakt het vuren wordt genegeerd. Burgerinfrastructuur zoals scholen, ziekenhuizen, woonwijken worden gebombardeerd. En intussen wordt er een uitweg gezocht uit dit conflict. Het topoverleg van vandaag tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland heeft helaas geen doorbraak opgeleverd. Maar toch, premier, is diplomatie dé piste die we moeten blijven bewandelen. Anderzijds mogen wij echter niet afwachten. Wij moeten zelf handelen om nu al de noden van de Oekraïnse bevolking te verzachten. En daarom is effectieve humanitaire hulp en opvang in eigen regio voor vluchtelingen prioritair. Wij staan dus pal achter Oekraïne. Maar we merken ook dat dit aanhoudende conflict een zware tol eist voor Europa. Exploderende energieprijzen, economische recessie en wie weet misschien binnenkort ook een voedselcrisis. Mijn vragen aan u zijn simpel. Wat zal deze regering doen om de opstapelende humanitaire noden van de Oekraïnse bevolking op dit moment te lenigen? En hoe zal deze regering de zware economische kost en impact van deze oorlog voor onze mensen compenseren? Ik dank u. Ik heb van de premier geen enkel antwoord gekregen op mijn vragen. Wel één positief ding gehoord, dat er meer moet geïnvesteerd worden in onze defensie, in onze veiligheid. Eindelijk, zou ik zeggen. Dat de EU in dit debat de leiding heeft genomen, ja, dat was echt om te lachen, neem ik aan. Deze regering heeft inderdaad een aantal middelen vrijgemaakt. Wij zouden liever zien dat die middelen niet meer in bodemloze putten in de derde wereld verdwijnen, maar nu worden ingezet in die humanitaire noodsituatie op ons eigen continent. En wat opvang van vluchtelingen betreft, collega's, blijven wij consequent pleiten voor opvang in eigen regio. En dit is onze eigen regio. Hier moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. En wat voor ons vooral de hoofdprioriteit is, is het stoppen van het zinloze bloedvergieten, het conflict neutraliseren en maximaal inzetten op diplomatiek overleg. Elke dode is er immers één te veel.